De huidige machtsverhouding binnen de regering is niet in het voordeel van president Chandrika Prasad Santokhi. Politiek analist Jack Menke zegt dat Santokhi als president niet de beste troeven in handen heeft. De strategische sectoren om de politieke macht te verzilveren en de economische macht te consolideren zijn niet in handen van de VAP. Dat zijn ministeries als het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, het ministerie van ROGB. Die zitten niet in handen van de VHP. De VHP heeft veel moeilijker ministeries waar je veel minder kan graaien. Ik noem maar het ministerie van Financiën is geen makkelijk ministerie. Het is niet alleen hard werken, maar het is eigenlijk ook de slagen vangen. Weet je, als je naar het IMF wil gaan met een crisis- en herstelplan, dan zie je ook, weet je, hoeveel in beweging komt. Nou, dus eigenlijk is van meet af aan, laat me zeggen, de start van Santokhi was dus wel heel sterk met een formidabele speech. Maar het was gewoon de aftrap. En na die aftrap kwam dus eigenlijk het punt van dus die machtsverhoudingen. En ik denk dat als we niet oppassen, dat we de komende 4 jaar in de moeilijkste fase van, weet je, de Surinaamse democratie terechtkomen sinds de onafhankelijkheid. Weet je, want als we als de regering om wat voor reden dan ook zou vallen en we weer verkiezingen gaan houden, denk ik niet dat we, als je kijkt naar hoe de kaarten nu liggen, dat je met dit kiesstelsel, weet je, dus een uitslag zal krijgen waarbij die traditionele partijen die al heel moeizaam, weet je, heel moeizaam zich staande hebben kunnen houden, dat ze eigenlijk de volgende verkiezingen gaan winnen. Menke zegt dat als deze regering de problemen om welke reden dan ook niet kan oplossen, er liever niet gekozen wordt voor verkiezingen. De verarming zal dan toenemen en het volk zal er de dupe van worden. Weet je wat het is? Stuivertje verwisselen. Het is meer van hetzelfde. Dat we dan eigenlijk kiezen voor eigenlijk wijze vrouwen en wijze mannen die eigenlijk een, noem het een technische regering. Je hebt allerlei namen ervoor, hoor. Dus je hebt het zakenkabinet, maar ik kies voor een technische regering van technocraten, maar vooral wijze mensen die eigenlijk de fundamenten gaan leggen om zowel niet alleen het kiessysteem, maar ook eigenlijk alles wat scheef gegroeid is in Suriname met weet je, de staatsbedrijven en parastatalen, heb je een ongelofelijke scheefgroei, veel ondeskundigheid. Het onderwijs is in elkaar gestort en als je dat wil lappen, ga je dus echt heel duurzaam, weet je, 10, 20 jaar erin moeten stoppen. En ik zie geen andere weg dan dat we dus wijze mensen met integriteit, dat die eigenlijk, weet je, voor een periode van, denk misschien zeker niet 1 jaar, maar zeker 2 jaar, orde op zaken gaan stellen om die fundering, die kolommen waarop deze samenleving economisch, politiek, maar ook wat integriteit betreft, zou moeten rusten, dat we dat eigenlijk netjes op gaan ordenen. Als we dat niet doen, ja, ga ik eerlijk zeggen, ik vrees dan het ergste voor Suriname in de komende 5, 10, 15, 20 jaar. Politiek analist Jack Menke. Hij zegt dat in deze moeilijke economische periode er niet alleen gekeken moet worden naar korte termijn maatregelen, maar ook naar middellange en lange termijn maatregelen om Suriname weer op het pad van ontwikkeling te brengen.